Ja. Okay, first one on the drop shop. First one on the drop shop. Ja. Oeps, daar is dat. Ja. Daar zijn we weer. Daar zijn we. Oeh, oeh, hallo. Hallo. Nee, nee. Nou, kom eens kijken of jullie drop shot gaan werken hier zo bij. Al die pad die af is een mooi spot, Paul. Ja, al die pad die stretch af. Maar het is dieper water dan die algemeen, hè? Dieper water, ja. Maar kijk, hier is twee grootvis onder ons. Grootvis onder ons. Karpies, ja, karpen weeg ook in twee's. Nee, altijd niet, man. Ah, dat is een mooie, hè? Ja, hij is niet kleiner voor mij. Ja, hij is baie klein. Baie. Baie klein. Ja, eerste vis op spot number 2. Eerst een pot om daar op eetje te krijgen. Ja, hulle is honger, ne? Ek kan nie geloof, ons het spot die kleintjie hier uitgehaal nie. Ek kan nie geloof haal om 10 voet water uit, ne? Kan die mens dit oorvertel? Okay. Waarom? Hoe raar. Ik weet niet, het. Ja. Oké, first one on the drop shop. First one on the drop shop. Ja. Daar was een 18 voet water. Mooi. Nee, nee, nee. Baar vet. On. Yes. Ja man. Wat kom uit. Hij was voor de hele wereld. Ja, look at this perfect hook set. Through the nose. Drop shot doing a trick. Double up again. Kijk eens op. Op zelle hoek. Check hoe mooi vet is hier dan. Maar zie je nou, hier kant is kleintjes, daar kant is groter. Ja. Maar zo met tweede kleintje. Ja, ik kan een spot kiezen, ik heb al. Ja, we gaan hem nu krijgen. Ja, you want a monster. Daar ding wat mij nou opgeteld het, hij heeft mij nogal idee gegeven dat hij mooi was. Hij heeft niet getup-tup hoe je hem gewoonlijk voelt op een dropshot, nee. Hij heeft vastgemaakt. Maar zien hoe vang ik hulle daar diep, pa. Wel, dit is weird. Nee, dit is weird. Want pa krijg die vis. Ek het een grote daal verloor na die dag, pa. Ja, maar daar is ek sê groot, hy het my ook afgebreek. Kan ook een slechte plint in die lijn geweest het, maar. Ons gaan vis krijg al op hierdie flats af. Ons het dit nog gedoen in kast op kast sikke bessies van pa. Oeps, daar is dat zijn. Ja. Kast op kast die kleinkies van en toe vloer wend die daar groote. Yes. Is dit nie vir pa weird om te sien hoe vang ek op die methode nie? Want baie mense sê hier is. Baie mense sê hierdie is baie weird manier van visvang. Ja. Stampen dan. Mis ek weer, pa. Nou te kom.
Okay, sorry bro. I proper foul hooked you. Fuck. Ek het hom nie gehoek nie. Hy is my verstaan nie lyn. Can you believe it? This is how you catch fish, Oaks. Hooker on the tail. Thanks for coming, bro. Hy het 2-3 keer gebyt. Toe besluit ek sommer ek hoek hom in my lyn. Ek sal hom self vang. Moenie worry nie. Moenie die lure vat nie. Ek sal jou vang. Jy wys jy net hoe baie vis is hier binne, hoop. Kyk, pa. 3 vis op die drop shot. Tien sê dit ook baie keer. Yes, ek wens ek kan op en sit en niks doen en vis vang nie. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek kry dit ook maar altyd reg. Yes, ek dink 'n spot die kant toe kyk en langs daai takke gooi is daar ook vis. Ek sien hierdie wal, hier moet 'n punt hier voor wees. Dis hoekom ek heeltyd hierdie kant toe kas, pa. Nou, sê weer. Jy het hom. Jy het hom. Hier is baie vis hier sover. En dis weird, want dis diep, pa. Hierdie stretch hier af, pa, is so baie vis. En niemand hengel hier nie. Mense sal sê, hoekom wil jy in so diep gat? Ok, hier sal sy beter een. En hy kom op. Oh, gosh. Hy byt net soos 'n machine. Okay, drop shot is killing this game, man. Pa, gooi hierdie kant toe. Hier is so baie hier. Okay, best number 4 in a drop shot. Cheers, en hy het sommer my finesse worm gevat. Pause toe. Tja, nie, hy het hier afgeskeer en hierdie kant toe gevlieg. Nou, en ek ga hier voorbij, pa, sneek. Ek krijg voorbij, dan krijg ek hier buiten. Anders ek krijg hier buiten. Ja, is niks nie. Is dit so'n 3-kwart pak van hier. Is dat nog, pa? Beavers. En hierdie warm, pa. Omdat hy so sag is. Ek het hem speciaal gekoop vir dropshot. En hy draaf, pa. Ja, hy lijk stup. Aan, oeh. Pa. Ek staat hier en hy is sommer durrie. Dit is ek terugkijk, want ek doe hy gaan hardloop. Ja, jammer, dit is nie groot nie, maar. Hy is daar. Hulle kom nog. Die groot is gaan kom, hulle is hier. Ek kan hem al met my daddy en nie gaan kom. Ek het hoeveel hier gevang? 4, ne? Wel dan, pa. Persistent wees. Dis, daar is best visvang vir jou, pa. Sien, is pa, nou die loer drop reg onder die boot is al vis. Ek het gesien toe, pa, gestrak het pas hier reg onder die boot amper gewees. Want dis, denk ek, dis ook om pa die vis kry, want pa, as hy aan en af. Yes, nou hulle wek hier die warm, pa. Kyk hier, ek is weer aan. Oh, af. Pa moet hierdie ervaar, kyk hier. Aan, ja, af. Check hier, pa. Ek is reg onder die boot, kyk. Jees, hy het my nou 3 keer in 'n rij geslaan, pa. Ja, tot ons so sê, dan strak jy om, dan sit 3,5-4 kilogram. Hier is een school van hulle onder die boot nou en daar, onder die engine, pa. Ja. Moet sê, hy pla my nie op die oomblik nie, hy is nogal lekker. Och, hierdie is amazing. Maar hierdie is die wat jou piet sonder dat jy achterkom.
onder ons is die structuur nou, pa. Ja. Het is geen wonder dat die vis bijt my so kaas, so kaas daar nie. As hy weer. As hy. Oeh, oeh, hallo. Hallo. Nee. Nee. Check hier. Maar hierdie stokje is so sag, pa. Hierdie visie. Hierdie visie, pa. Die visie. Check hierdie visie. Hierdie kant, pa. Ja, dit is echt zo baie vervangend. Maar hoe is hy hoek set, pa? Sien, nu lees ek hierdie finder al. Ek moet sê, ek ken hom al. Ek het gesê, kyk al achter pa as vis. Drop ek hom daar. Hy het net die bodem geslaan, dus ek aan. Aan soos een pan. Dis hoe jy Lawrence hoek 2 lees. Let's go down, straight down. And that is why it's called a drop shot, nee? Hier onder ons is so baie structuur, pa. Check nou. En dis, dis diep water, dat is 25, 24 voet water. Oh, weer. Koem. Check hoe slat leer, denk pa. Oh, hello. Just picked it up and it's on. Ja. Maar wil jy dit in die pand? Daar gaan nog een finis worm. Well set. Well done. Another drop shot bass. Perfect hook set. Pa, hierso. Net hierso. Okay. So weet dat so klein drop of so groot verskil maak waar die vis rond hang. Want hierso is nie net een vis nie. Hierso hoeveel wat, hoeveel, ek het al 5 hier gevang. Een drop shot. Pa het al hoeveel gevang? 4. Nou, denk net aan. Op een ronde cirkel. Hoe is dit moontlik, nee, pa? Daar is nog een. My beter een hier, ja. Sy. Check hier die stokkie, pa. Sag. Nee, ek wil nie my loer verloor nie. Kom hier. My biggest bass of the morning, hè? Long. Ja. My pa, jo. Dat gaan leeg. Ja, stunning. Kan er nog 2 buiten gekry dan. Pa, bere die biever om, gooi pa die ding. Dan sit ek gewoon knoop vir my ook jy, ne. Gooi met hom los om. Pa, met hom, pa met die sinker net op die bodem voel, dan kan pa die tip net een bykie beweeg. Want dan obviously beweeg die worm, bounce hy daarom. Die lichte stokkie. Ja, daar weet ek pa gestrand gewees het. Ek voel die tip, pa, dit is insane. Die is insane. Ek het nooit gedink ek sal dit die wou nie. Daarin gaan nie koen en die reel is eindelijk jy moet nie strijk nie, want dit is een cirkelhoek, maar teen strijk, ek het vandag een bykie gestrijk en ek het die vis gehaak, so ek weet nie. Okay. Ons wees wat die mense om een dropshot te knoop.
boot met jou? Wat denk? Ek het hom nou onder die boot gevang. Ja, dit is hoe diep, Bob. Dit is wat 26 voet. Hulle sien die boot se skade weer. As say, and so you make a knot for your drop shot. Boomer. Nou. Is dit allemaal weird na een paar, kijk hier. Maar so effectief, dit is ridiculous. Het is net weird dat hy nie homself afbrand daar nie. Wat in die hands? Hulle, dit is dan op en af, dit is dan die tweede keer wat hulle daar kan toe gaan. Extra goedjes dat jy moet hê wat mense nooit aan dink as jy bes vang nie, Apple. Ja. Jou paat nog nie so bes vang nie, nou. En kyk nou, blitsimpale. Try and pull whatever works, nou. Ek het dan gekry meer verder weg as 10 boek. Net al 1 keer weg. So weet dat hulle so suspended is boor die bodem, nou. Ten minne nou nog langer gemaakt as die wat baie het. Kom ons kyk, nie, ek het een fout gemaakt om dit te doen. Ek gaan vir my nou net hierdie silverworm opzet, kom ons kyk of het een verskil gaan maak. Dit is so baby bass color. Ja, ek sien nie hoekom hy nie sal werk nie. Kyk, eerste keer dat ek dropshot doen op hierdie setup. Nee, ek jok. Ek het al met hom gedoen. Hy is net nie so sensitief soos daar in het paai het nie. Ons is op die spot. Ja, hier is nou 17, pa was nou op 28 voet. On. Hulle vat jou ewe skielik, ne? Wie sê dit is die kleinkie, pa? Die worm is doodlik, pa. Kijk hierdie kleer in. Hy gaan werk. Geen twyfel nie. Die gat is nou op die spot waar paas. O, pa, is reg, ons het hulle gemoker hier. En ons het die eerste spot, ek denk, 5 of 6 gevang. Ja, ons is 6 elke daai kant. Daai kant, ja, so ek denk ons is, ja, ons kan dalk al 20 gehad het voor ons hier gewaai het. Ons het baie soort gevang vir die dag. Lekkie die heel groot is gekry. You never know when you get it. Iets was hier is die bal onder ons. Hier is baie. Hoe baie is hier in die water? Het moer om hard hoor, en kom so los. Jezus, hier is baie vis in die dam, Paul. As jy content soek, kom jy na die dam toe nou. Ja. Hier kan jy kom en jy kan die weedste goed gooi hier, Paul. Ek kan nou enig iets op hierdie dropshot hoek en hy gaan hom vat. Ja, maar kyk, hier is nursery fishing. Ja, go to Albert. Ja, ja.
Misschien moet ik daar een los dat hij daar rond zijn. Misschien een stukje groot bij om, terwijl hij op mijn lijn is. Hey, you got a dream, pa. Daar het pensel op een moment uit levendig klein bij. Ja, ik heb gehoord hij dit gedaan. Hij heeft zo'n gaten uitgeniet, hij zei dat was nog nooit zo lekker geweest om best te vallen. Ik heb verblijf, ik zal volgende week ook gaan stop bij die pet shop en koop ik 2 goudvissen. Kom, gooi je hulle in. Yes, die vis. Vis van hulle eet, pa. Denk pa nie so nie? Het is nie een probleem, is het? Imagine jy vang een rooibes. Wat bedoel je, Paul? Ja, hij heeft hem gevat. Die klein kak. Maar hij heeft daar weer een met als een 7 bessen van. Yes, maar hier is omtrent nou kast voor kast, Paul. Maar dat is klein op de zand. Is dat echt klein? Ik ga nou kijken of ik een kan vangen op een senko. Ik ga nou kijken of ik een kan vangen met een krol. Dat is ook zo. Kom eens kijken of ik een kan vangen met die weird worm ding. Maar daar als ik ja, vang kom, kast voor kast. Jullie neek my worm op. Ek gaan vir jullie Larry Skerphoek die die bek bliksem. Hoe is hier ding pa is dit vir hulle, want hulle bekke is hard. Hallo. Jy swem met my loer pa. Kijk al, terwijl hy swem. Ach jees, ja, want hy is aan. Bo, hier eens is dat jy met Paul gevang het, hy het niks krag, hy kan ook, ah, sy verlies. Maar hy byt die heel, wel, ek het gedink hy byt die heel tyd, Mietem is die heel tyd aan en hy swim net op. Kom op, ek kom netjes achter. Mietem is hy so poep klein. Ja, dat iemand ek verloor het volgend was klein, en nou op hom. Ja. Hier, maar ek so so. En jy, jy sal nog, ja, jou hand gaan nog groter wees. Okay, last cast, pa. Maybe if, no more, maybe if, maybe that. Ja, dit is nou, absoluut, soos, dat hy geland is dit. Daar achter pa is hulle vrachtig weer. Check daar, groot school. Daar is lijn as hulle daar geswem. Yes, pa, maar kijk hoe swem hulle om my drop off. Dat's a! Check hier, jy hoor dis. Misschien hulle gaan op my drop off, pa, kijk al. Pa, is meer as wakker om my spoel op te maak. Die lijn is nog in die water. Hierdie was lekker geweest, man. Ons het nou nie die beren gevang wat ons soek het nie. Beggars can't be choosers. Nou, wat is dat? Pa, buiten krijg.
Yes, pa, het hierdie aan so ver gelip, is dit die saland? Hulle ken hierdie gat wat jy kom sit lê, pa. Onder, pa. Ach, dat is sy, beter een. Same, same. Dit is een nice send-off, pa, daarom weer in gevang. Pa, daarom pas de laatste kast gebenut, daar gaan hy nou opkom, kom hy op. Cutie pie, pa. Nice finish. Good job. Sien, ons het een sak vol van die huis te vat in die pond gooi. Al vang hulle die hele tijd in 14 voet water. Oké, okay, kom eens kijk het. Wat dan? Ja, waar is hy klein mooi is? Sabona! Het is gewoon een